Beste reizigers, helaas moeten wij u meedelen dat u betrokken bent bij genocide. De Nederlandse regering gebruikt uw stem en uw belastinggeld om Israël militair, politiek en economisch te steunen bij de vernietiging van Gaza en haar bevolking. Zo weigert Nederland om te vragen om een wapenstilstand. Daarnaast doet uw regering er alles aan om Israël in de VN te beschermen tegen sancties. Ook in de Tweede Kamer staat men aan de kant van genocide. De meerderheid van het Nederlandse parlement heeft gestemd om de uitspraak van het ICJ naast zich neer te leggen. Nederland levert ook onderdelen voor de F-35 bommers die dood en verderf zaaien in Gaza. Achter gesloten deuren riep minister-president Rutte: wat kunnen we zeggen zodat het lijkt alsof Israël geen oorlogsmisdaden begaat? Het wordt tijd om de waarheid onder ogen te zien. Nederland staat weer aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het wordt tijd om je uit te spreken. Toon lef. Laat Gaza niet in de steek.